Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à ceux qui nous rejoignent cet après-midi. Fontainebleau is deze week het Franse decor voor het EK-eventing voor senioren. Het eerste onderdeel, dressuur, is voor Rabotalent Tim Lips vooral een kwestie van wachten. Ik heb vanochtend verschijnselscorrectie Oola nog een beetje getraind, een beetje losgemaakt vanochtend. Nou ja, en dan duurt de dag toch eigenlijk vrij lang, totdat het 4:15 is. En eigenlijk 4:30, omdat ik dan, toen begon ik met losrijden in de warming-up. Maar uiteindelijk mocht ik eromheen en toen dacht ik van, nou ga ik het ook laten zien ook. Hij wordt uiteindelijk vierde en dat is... Ja, dat is een goede uitgangspositie voor de rest van de wedstrijd. Maar hoe zit het met de rest van het team? Om heel eerlijk te zijn hadden we iets meer verwacht van het team. Omdat onze eerste teamruiter, Raf Koremans, ging toch minder als normaal. Verloor eigenlijk daar wel 10 punten mee, wat vrij veel is. Onze tweede was het team Amazone, Iris Peemen. Die reed eigenlijk weer heel erg goed. Dus daar waren we wel blij verrast mee. En onze derde ruiter, Jan van Beek, die reed eigenlijk een hele mooie proef, maar maakte 2 grote fouten. Waardoor dat het puntentotaal toch naar beneden ging. En uiteindelijk hadden we als team op iets meer gehoopt natuurlijk. In het eindklassement na de eerste dag staat Engeland bovenaan. Duitsland wordt tweede en Frankrijk is derde. Nederland staat 1e laatste. Ja, daar baal ik dan wel even van. Ja. Dan denk ik, goh, ja, er zit gewoon 10% meer in. En dan komt het er even niet uit. Ja, dat vind ik wel balen. Ja, dan ben ik wel even teleurgesteld. Dat laat duidelijk zijn. Ondanks de slechte start zijn de pijlen nu gericht op het tweede onderdeel. Cross country. Ik moet zeggen, ik denk dat ik voor sinds lang echt een goed en een hecht team heb. Jongens willen elkaar helpen, willen voor elkaar gaan. Dus als die morgen gewoon bekeken rijden, we hebben straks een teambespreking en dan gaan we goed afspreken met elkaar hoe we het gaan doen. En als we allemaal een beetje in dienst van het team willen rijden, dan denk ik dat we hier nog met een goede teamprestatie weg kunnen komen. Ja, dat denk ik wel. Ja, morgen wordt een hele zware dag. Hier heb ik heel hard, heel lang voor getraind om zo goed te zijn. Maar het is nou nog niet over morgen, want morgen gaat het weer verder.